Stap 1: Download MS Access herstelsoftware van de website. Stap 2: Installeer Access herstelsoftware. Stap 3: Doorloop de installatiewizard. Stap 4: Access herstelsoftware uitvoeren. Stap 5: Selecteer het corrupte Microsoft Access bestand op de eerste pagina van de Recovery Toolbox Access Herstel Wizard. Stap 6: Klik op volgende. Stap 7: de software zal beginnen met het lezen en analyseren van het corrupte MDB of ACCDB bestand binnen een paar minuten. Stap 8. Klik op volgende stap 9. Selecteer het pad om de gegevens van de MDB database op te slaan. Stap 10. Klik op de knop herstellen om het gegevensherstel te starten. Stap 11. Op de laatste pagina is een gedetailleerd logboek van het Access Database herstelproces beschikbaar.